Een nieuwe aflevering en dus een nieuw fragment. En in deze aflevering gaan we 3 jaar terug in de tijd, om precies te zijn, naar de Dauphiné. In 2017 pakte mijn gast van vandaag een prachtige overwinning in het criterium du Dauphiné. Welkom bij Rewind. Ja, nogmaals bijzonder welkom. En je had het misschien al geraden wie we aan de lijn hebben. Dat is natuurlijk niemand minder dan Koen Bouwman. Koen, hoe is het met je? Goedemiddag, Jeroen. Ja, met mij alles goed. Mijn leven staat een beetje op zijn kop. De wereld staat op zijn kop. Maar voor de rest, ik ben gezond. En familie is gezond, vrienden zijn gezond. En dat is het belangrijkste. Ja, vissen en tuinieren, hè? Zo breng je je dagen door. Of is vissen, heb ik dat verkeerd begrepen? Nee, dat klopt wel. Ik heb alleen een heel klein achtertuintje, dus die is nu klaar. Dus daar kan ik weinig meer in doen. En nu maar overgeschakeld op vissen. Ja, en je gebruikt de achtertuin alleen nog om op de tax af en toe te zitten, hè, als het mooi weer is. Ja, maar wel zo min mogelijk hoor. Ik ga toch wel liefst buiten fietsen. Dus heel af en toe als het dan een keer een verplichting is. En we kunnen wat terug doen voor de sponsor. Dan rijden we een ritje op de tax. In ieder geval in mijn geval. Maar voor de rest gewoon lekker buiten. Ja, betekent dat dan ook dat als je zo'n Jumbo-Visma e-race hebt en daar komt een winnaar uit, dat dat eigenlijk niet heel veel zegt? Het gaat wel op schermen van de snede hoor. Er wordt gewoon hard gekoers aan het einde. Dus je kunt wel merken dat die mannen die veel op die tax zitten, dat die wel in het voordeel zijn. En dat die ook allemaal goed in orde zijn. Dus wat dat betreft is wel gewoon echt strijd. Ja, maar schaar je jezelf nou onder de grootste takstalenten van de ploeg? Of zeg je van, ik sta niet in de top 5? Ik denk dat ik onderaan sta. Die roeping heb ik toch even gemist. Nou, zo kom jij de dagen dus een beetje door. Af en toe op de tax trainen, een beetje tuinieren, een beetje vissen. We hebben dezelfde vraag natuurlijk ook gesteld aan een andere renner van Team Jumbo-Visma. En die maakte daar het volgende videodagboek van. Goedemorgen, ik ben Christoph Pfingsten en ik ben een nieuwe renner bij Jumbo-Visma. Vandaag probeer ik jullie maar mee te nemen in het leven van mij en mijn familie in Duitsland. Ik probeer op Nederlands te praten, het is niet perfect, maar ik hoop dat jullie mij verstaan. We beginnen nu met het ontbijten. We proberen alle klaar te maken. En later laat ik jullie weten hoe het verder gaat. Matteo zegt tschüss. Tschüss! Ik heb nu lekker müsli gemaakt met een lekker koffie, die heb ik echt nodig elke morgen. Zonder koffie kan ik niet starten. Ook natuurlijk een lekker smoothie, dan kan ik goed starten. En nu in die tijd met Corona heb ik natuurlijk heel veel tijd om met mijn familie te eten. Hi! Mijn vrouw die is nu aan het oppassen. En die is aan het spelen met mijn zoon. Nu heb ik tijd om het training af te rijden. Ik heb vandaag op de programma staan, 2,5 uur. Zo heel rustig, geen stress. En ik hoop dat het weer droog blijft vandaag. Is ja ook toch een heel grote motivatiefactor in de tijd. Dat die zonnetje erbij is, dat je goed trainen kunt. Ik heb goed getraind, daarom kan ik vandaag zelfgemaakte pizza eten. En ik denk Matteo vindt het echt leuk en heel lekker. Ja, ik laat jullie later weten als het goed was of niet. Ik kan alleen zeggen dat die pizza echt heel goed was. Heel lekker en is niks meer daar. Dat was het van mijn dag. Ik hoop dat jullie het een beetje genoten hebben. Mal zien wie het familienleven bij mij te huis op het moment is. Mijn zoon die is nu aan het slapen. Ik hoop dat blijft ook zo. Tot hopelijk 7 uur. Maar je weet het nooit. Ik wens jullie heel veel gezondheid. En als het mogelijk is, te huis blijven. En veel tijd te huis genieten. Bye bye. Ja, mooi videodagboek. En wij praten verder met Koen Bouwman. Koen, ik wil natuurlijk naar dat historische moment waarop we gaan terugblikken. Welk moment hebben we uitgekozen, Koen? Één overwinning heb ik tot nu toe in mijn carrière. Dus het zal die van de Dauphiné zijn, neem ik aan. Het is inderdaad die etappe in de Dauphiné. Je had vaker al in de ontsnapping gezeten voor deze ontsnapping, hè? Was jouw gevoel gedurende die dag, was dat heel anders? Ik moet wel zeggen, die dag, ik voelde me wel echt goed. Ondanks dat ik de dag van tevoren ook al denk een uurtje of 4, 5 in de kopgroep zat. Ja, dan merk je wel gelijk, als je in het begin aan dimmereert, dat je toch wel weer goede benen hebt en dat je toch wel weer fris bent.
Dus ja, het was gewoon weer een mooie dag om eigenlijk wat punten te sprokkelen voor het bergklassement. Alleen uiteindelijk liep het dus nog iets mooier af dan dat we vooraf hadden kunnen denken en durven dromen. Ja, heb je beelden van die dag eigenlijk zelf? Nee, ik heb wel foto's, maar niet echt beelden of zo. Ik heb nog wel een keer eentje op YouTube teruggekeken, maar daar heb ik niet opgeslagen of zo. Ja, hoe lekker is het dan dat wij die beelden nu wel hebben? Nou, dat is wel mooi dan, ja. Nog een keertje kijken, dat kan nooit kwaad. We gaan nog één keer terug naar die dag in juni 2017. De dag waarop Koen Bouwman de derde etappe in het criterium du Dauphiné won. I came here with the goal to go on a break. Today we had a really strong breakaway with six guys. Everybody was pulling very hard. I'm not a rider that can go with the best climbers or go with the best sprinters. At 20k we believe we could make it. I said to my teammate Alexi that I felt really strong and he pushed really hard in the front. And then in the end I make it. Bouwman wint de derde etappe in het criterium du Dauphiné 2017. Hoe kijk jij naar deze beelden, Koen? Ja, toch wel mooi. Ik heb wel echt lang geleden dat ik die gezien heb. Maar weet je, dit is uiteindelijk waar je het wel voor doet. En wel dankbaar dat ik zo'n moment nu heb mogen meemaken. En hopelijk gaat er nog één of meerdere volgen. Maar deze pakken ze me nooit meer af. En wat ik zeg, ik krijg toch wel kippenvel als je die beelden weer terugziet. Ja, zit je echt te genieten of zit je ook gelijk analytisch te kijken naar... oh ja, dat was dat moment. Oh ja, ik weet nog wat ik toen dacht of wat ik toen moest doen. Eigenlijk wist ik niet meer zo goed wat ik moest doen. Ik ging echt de sprint veel te vroeg aan. Normaal, er waren er denk ik 3 van de 6 koplopers nog overheen gekomen. Maar het maakt allemaal niet meer uit en... ik heb die dag gewonnen en ik denk hoe vaak je in zo'n situatie komt, hoe meer je ervan leert en hoe beter het kan gaan. Dus natuurlijk, achteraf moet je wel dingen ervan opsteken, maar als je dit zo terugziet, dan is het alleen maar genieten eigenlijk. De vraag is, hoe belangrijk is een ploegleider bij een overwinning als deze? Ja, dat is toch wel heel belangrijk. Zeker. Kijk, in het begin je zit in zo'n kopgroep en... vaak is een kopgroep gedoemd om te mislukken om voor de overwinning te gaan. En ja, nu ook, het was gewoon nog een lang stuk door de vallei heen. We hadden wel een sterke kopgroep, dat scheelt wel. We waren met 2 tweetallen. Maar dan nog, je verwacht het gewoon niet dat je voor de overwinning gaat meespelen. Zeker niet in het begin van de etappe. En ja, is dat op een gegeven moment dan wel... dan ga je toch denken van, misschien zou het kunnen. Ja, en als je dan nog een ploegleider erachter hebt, wie het ook even een beetje uitrekent. Wie nog een keer tactische... De beste mogelijkheden aan je vertelt, dan scheelt dat gewoon enorm. En zeker ook qua motivatie. Als je iemand achterin het oortje hoort schreeuwen, dan scheelt het wel een hoop. Ja, en dat was eigenlijk maar 1 persoon waarvan jij zei van die moet gewoon in deze show zitten. Die was belangrijk die dag voor mij. Ja, zeker. Ik was eigenlijk het hele seizoen met hem al op pad. We waren ook daarvoor in Californië geweest, mooie overwinning van George. En toen gingen we weer met een mooie groep naar de Dauphiné. En uiteindelijk was die ploegleider er ook weer bij. Dus daar kan eigenlijk maar eentje in de uitzending zijn wie belangrijk is geweest bij die overwinning. En dat is natuurlijk? Frans Maassen. Frans kon er maar bij. De enige echte, de one and only. Yes. Frans, klopt het tot nu toe wat hij zegt? Ja, ik ben vereerd.
Het was voor mij ook... ik heb het eind van het seizoen, denk ik, heb ik het nog een keer verteld. Hadden we een meeting, afsluiting van het seizoen. En dat was voor mij de mooiste overwinning van het jaar. En, vooral ook omdat het zo'n onverwachte overwinning was. Maar winnen in de Dauphiné is altijd blijft bijzonder. Ja, en ook misschien wel omdat jij toch een bepaalde band hebt met Koen. Zeker, ik hou heel erg van zijn. Ik hou gewoon van aanvallen en koersen. En dat gaat niet altijd met onze ploeg. Maar met deze etappekoers hadden we met Stef Clement en Kopman. Ja, waar we niet met zes of zeven man omheen hoefden te rijden. En dan konden we aanvallen en koersen. En Koen die pakte dat gelijk goed op, de tweede etappe al. Het was eigenlijk een beetje een kansloze ontsnapping. Maar ja, je weet het nooit. Het was een mega supersterk deelnemersveld. En soms wordt er dan de eerste dagen wat behoudender gereden. En toen lukte het niet, de tweede etappe. Maar had hij wel de bergtrui. Dus dat was wel al een mooie bonus. Vind ik mooi als een jonge renner zich test en een trui kan pakken in zo'n ronde. Ja, de dag daarna doet hij hetzelfde. Het leek weer een kansloze missie te worden. Maar ze flikken het gewoon om erop te blijven. Ja, dat was prachtig. Ja, omschrijf even de situatie in de kopgroep. Je zit daar met een ploeggenoot, Alexei Vermeulen, Amerikaan. Jullie zitten samen in dat kopgroepje. Het is een select kopgroepje. Dan gaan jullie praten met elkaar. Wat wordt er gezegd? Wat ik ook al zei, de laatste stuk door de vallei hadden we wind achter. En ja, dat ging wel ontzettend hard. Alleen dat voelde ik al wel dat ik echt heel de tijd over had, ook met overnemen. We reden denk ik altijd 4,55 en ik kon 6,57 rijden. Ja, dan merkte ik wel gewoon, ik ben gewoon nog echt goed. En ik denk om een kilometer of 5-6 van het einde zei hij van, als we voorop blijven ga ik sprinten. Ja, en toen heb ik gelukkig wel een keuze gemaakt en gezegd van, ik voel me zo goed, ik ga sprinten. En dat zou ik normaal nooit doen. Ik ben wel iemand die zich denk ik snel wegcijfert. Alleen die dag wist ik ook gewoon dat dit... voor mij een goede kans was. En het is wel moeilijk om dat dan ook tegen Alexi te zeggen. Want ja, was ook een jonge renner, ook nog geen profoverwinning. En voor hem was het natuurlijk ook een mooie kans. Ik denk dat het achteraf wel goed is dat ik het gedaan heb. En het is ook niet zo dat ik gesprint heb en dat ik vierde werd. Ik heb hem ook wel gewoon gewonnen. En ik denk, maar goed ook. Want anders had ik me nog heel lang schuldig gevoeld dat hij ook die kans was ontnomen. Maar achteraf, wat ik zeg, het is moeilijk om die beslissing dan te maken en tegen hem te zeggen van nee, ik ga gewoon sprinten. Maar wel goed dat ik dat gedaan heb, denk ik. Heb jij je daarover verbaasd, Frans, dat hij op dat moment zei, ik ga sprinten, ik voel me goed, ik ga het doen? Ja, een beetje wel. Maar voor mij als ploegleider was het al, ik moest 10 kilometer voor het einde, moest ik er tussenuit. Denk ik zo'n beetje dat het 10 kilometer was. Dus toen werd het gat te klein met het peloton, het aanstormende peloton. Maar toen ik langs de kant stond, toen zag ik wel van shit, dat duurde nog wel heel lang voordat de peloton die man te pakken heeft. Want het was nog echt een groter gat als ik dacht. Dus dat heb ik nog wel geroepen. Maar je ziet uiteindelijk komt peloton op 11 seconden of 10 of 11 seconden binnen. Dus ze moesten wel blijven samenwerken en daarom was het goed dat ze allebei een koppeltje hadden. En, want vaak zie je dan dat ze gaan pokeren en dat ze dan toch nog ingelopen worden de laatste kilometer. Ja. Maar Koen moest zichzelf niks verwijten, want hij was gewoon duidelijk de sterkste van die groep. Hij maakte zo'n magistraal goede sprint en hij was gewoon verre de snelste. Dat had Alexi nooit gekund of een ander renner. Hij was gewoon de beste en de snelste. Die dag was gewoon alles super perfect en het was gewoon een mooie overwinning. Maar het is niet als je dan een rit in de Dauphiné wint. Kijk, ik heb niet Froome en Boegman en Pinot, al die mannen gewoon bergop eraf gereden. Dat neemt niet weg dat het wel gewoon een mooie overwinning is. Maar ja, voor mij is dat niet iets dat ik denk van nou, nu ga ik ook even een klassement rijden in een grote ronde. Ik denk dat dat nog wel iets anders is. Ja, Frans, is die nou te bescheiden? Sorry? Ja, is die nou te bescheiden? Ja, hij is wel wat bescheiden. Hij is best een complete renner, Koen. Want hij heeft een goede tijd in de benen. Hij kan goed bergop. En hij heeft een sprint. Dus dat klopt allemaal. Maar om echt een klassement en een grote ronde is misschien nog wel een ander verhaal. Maar Koen heeft echt wel heel veel mogelijkheden. Dat mag. Hij moet in ieder geval zorgen dat hij niet inslaapt de komende jaren. Want hij kan gewoon heel veel.
Ja, maar Koen, betekende dit wel, het feit dat je die rit won, dat jij een paar maanden later in de Giro 2018, waar je ook goed rijdt en op een gegeven moment ook bijna een etappe wint, gaf dat vertrouwen? Ja, je weet nu wel gewoon dat het erin zit en ook dat je met een groepje naar de finish kan gaan. Ja, ik denk ook 2018 in Coppi Battoli had ik ook eigenlijk een koers moeten winnen, want toen ging ik de laatste kilometer onderuit. Ja, wij zeggen de Giro, daarna zat ik dichtbij. Dus ja, het is wel balen dat, ja, dat je niet gelijk het jaar erop of hetzelfde jaar nog gewoon een keer kunt bevestigen. En ja, dat het ook geen geluk was. Maar ja, ik denk wel dat het gewoon erin zit om zeker in mooie en grote koersen gewoon een etappe te winnen. En dat het, niet, dat het zeker niet bij één hoeft te blijven. Ja, Frans, jij hebt vooral ook enorm genoten van het hele spektakel na die etappe. Hè? Kan je me nog één keer meenemen naar dat moment, of naar die momenten eigenlijk, want het waren er meerdere? Ja, nou goed, ik was in de eerste plaats was ik natuurlijk ontzettend blij voor Koen. Want ja, een etappe winnen in de Dauphiné voor een jong talent, Nederlands talent, ja, dat is al één. En daarna, ja, heel blij, ja, we reden naar de persconferentie. We hadden geen persman mee, dus ik was de persman, persassistent van Koen. En we komen daar die perszaal binnen. Ja, ik dacht, het zal wel meevallen, maar daar was mega veel pers aanwezig. Omdat alle toppers van de Tour, die waren zich daar aan het voorbereiden. Ja, en die Koen, die komt daar die perszaal binnen, jongen. En die gaf me daar een speech. Ja, voor, ik heb echt liggen lachen, jongen. Achterin die zaal was prachtig. Ik had dat mooie, ja. Weet je nog ongeveer wat je zei, Koen? Wat je hebt verteld allemaal? Ik heb echt geen idee meer, Jan. Nee. Ja, wil je zeggen, je leeft gewoon echt, of je wordt gewoon echt geleefd. Kijk, een Primoz of een Dylan, wie al 50 koers in de leven gewonnen hebben, die wordt het allemaal natuurlijk afstandaard. Elke overwinning is mooi, maar ja, voor hun is dan zo'n perspraatje echt een moedje. En ik had echt zoiets van, joh, wat is dit dan? Echt heel die zaal zat vol. En ja, ik zag Frans altijd achterin lachen. Dus ja, na de tijd zijn er wel mooie momenten, ja, wie zo'n dag nog extra leuk maken. Ja, Frans, als er weer gekoerst gaat worden, als het allemaal weer mag, als het allemaal weer doorgaat. Wat kunnen we van Koen nog verwachten de komende jaren? Nou ja, Koen is, die heeft veel talent. Maar onze ploeg is natuurlijk ook zo sterk dat, ja, dat we ook mannen nodig hebben om op kop te rijden. En Koen vindt dat heel leuk om te doen. En kan het ook enorm goed. En ja, is daarom altijd van waarde in een, ja, in iedere ploeg waar we mee naar een grote ronde of een soort van Zwitserland of Dauphiné of Catalonië zouden gaan. Maar ja, ik heb in ieder geval met hem afgesproken dat hij de komende jaren absoluut af en toe zelf een keer moet winnen. En aan zichzelf moet denken soms. Maar ja, hij houdt ook gewoon heel erg van het vuile werk opknappen en dat siert hem ook. En ja, daarmee kan hij natuurlijk ook een hele goede boterham verdienen in de toekomst. Absoluut. Koen, heb jij zelf een verlanglijstje? Waar je zegt van nou, als ik toch voor mijn eigen kansen dan mag gaan, dan pik ik die en die eruit. Nee, eigenlijk niet. Weet je, stel voor ik mag nog een koers winnen, dan doe ik dat super gaar. En of dat nu een rit is in een grote ronde, kijk, dat is natuurlijk het allermooiste. En ja, wij zeggen er is zoveel publiek. Er is natuurlijk nog veel meer om te doen dan bijvoorbeeld een Volta Limburg of wat dan ook winnen. Maar als ik nu mag tekenen, dan teken ik gewoon om überhaupt nog één koers nog een keer te winnen. En maar als ik dan echt zou moeten dromen, zou ik zeggen nog een rit in de Giro. Maar ik ben met elke overwinning die ik nog mag winnen, zou ik heel blij mee zijn. Aldus Koen Bouwman en Frans Maassen. Mannen, ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. Blijf veilig, stay safe en wat mij betreft heel graag tot snel. Tot zover Koen Bouwman en Frans Maassen. Tot zover dus ook deze aflevering van Rewind. Volgende week zijn we bij je terug. Wil je meer van ons zien, ga dan even naar dit platform. Daar vind je veel meer content. En wat mij betreft heel graag dus tot volgende week. Ciao.